Hallo! Ken jullie de mop van de clown die op reis ging? Die ging niet. Nou, ik ga wel, maar iets later. Ik zou eigenlijk afgelopen zaterdag al op vakantie gaan, maar de omstandigheden, mensen die hun werk niet afkrijgen en zo. Dan gaan we later en nu dus morgen. En we zouden eerst naar Kroatië gaan, maar daar gaan we niet heen, want het is daar 15 graden en regen, dus hell no dat we daarheen gaan. Dus er wordt iets anders vets en helemaal zin in. Lekker warm, veel zon, water, eiland, perfect. Maar goed, daar wilde ik eigenlijk niet over hebben. Ik wilde namelijk jullie even meenemen in een dilemma. En dan niet het dilemma welke jurkjes neem ik mee of welke schoenen of waar iedereen ook mee zit. Geen idee eigenlijk. Maar het dilemma als fotograaf. Welke camera neem je nou mee op vakantie? En ik heb hier een aantal opties, dus die wil ik even aan jullie laten zien. Namelijk mijn analoge geneuzel. Allemaal hartstikke grappig. Daar heb ik ook echt wel veel mee gefotografeerd. Bijvoorbeeld deze Yashica A, die is heel fijn. Kijk je dan, het is dus analoog, daar kijk je dus bovenin. Hartstikke leuk. Gaat een filmpje in. En hij is best trouwens best wel zwaar. Hij lijkt best wel klein, maar nou, hij is best zwaar. Dus die werd het dan niet. En de rest van de analoge leuke speeltjes ook niet. Want A, je moet een filmpje meenemen. En B, je moet ook nog een lichtmeter meenemen. Dus heel veel gedoe. Daar heb ik helemaal geen zin in nu. Terwijl het wel vet is analoog. Want dan heb je een bepaalde feel. En nou ja, weet je niet helemaal wat eruit uitkomt. En kan je weer inscannen. Of eerst ontwikkelen en dan scannen. Dus dat is allemaal hartstikke cool. Maar nu even niet handig. Dus nou ja, dat al niet. Dan had ik nog een optie. De Polaroid. En dit is dan de Instax variant. Want ik heb ook nog trouwens de Polaroid, die echte oude, zeg maar. Die kennen mensen wel. Maar dat is heel duur in gebruik, dus die gebruik ik eigenlijk nooit. En de Instax is heel leuk. Ja, die zijn veel kleiner, die Polaroidjes. Die heb ik in China heel veel gebruikt. Want dan kan je dubbelbeelden maken. Dus dat betekent dat je twee foto's in één kan maken. Waardoor je hele vage effecten krijgt. Wat heel gaaf is. Maar ja, dan moet je weer dit soort cassettes gaan meeslepen. En dan denk je, ja, nou ja, kan toch. Ja, kan inderdaad. Maar dan loop je ja, in je daypack er de hele tijd mee te slepen. En om te denken. En die film, ja, die Polaroids moet je ook weer goed bewaren. Bladibla. Dus dat werd hem ook niet. Mijn laatste, een jaar geleden gekocht, nieuwste aanwinst. Die heb ik ook in mijn reis naar Indonesië en Maleisië meegenomen. Dat is de Sony. En ja, hij ziet heel normaal uit. En heel, oh, die heeft je buurvrouw ook. Nee, dat is het niet. Het is een hele vette camera. Ja, wat ik heel leuk vind, is dat het schermpje ook zo omhoog kan. Dus dat is fijn. Maar hij heeft ook nog gewoon een zoeker. Dus dat is ook heel chill. Daar kan je ook doorheen kijken. Ik zal het even laten zien. Ik zit hem ondertussen aan te doen. Had ik natuurlijk moeten voorbereiden. Maar ach. Ja, bijna. Een zoekertje. Heel fijn. Chill. En hij is dus heel klein en heel handzaam. En dus heel makkelijk mee te nemen. Dus die gaat lekker mee. Dus het dilemma is opgelost. Ik heb er zin in. Het wordt heerlijk weer. En we gaan lekker duiken. Dus echt enorm zin in. Nou, het regent hier alweer. Dus ik vind het niet heel erg dat ik morgen lekker 2 weken naar de zon ga. Misschien dat ik nog een Tuesday Art Day daar doe. Daar fotografeer ik natuurlijk gewoon lekker door. Altijd aan het werk. Maar misschien ook niet. Want ja, ik ben ook een keer op vakantie. Nou, fijne week iedereen en tot laters.